Op de Noorderplas in Almere is dit weekend het Nederlands kampioenschap sub. Met wedstrijden in verschillende disciplines voor mannen, vrouwen en kinderen. Jolien, jij bent van de sportieve. Dat is toch op zo'n plankje met een grote peddel? Ja, zeker. Klopt. Oh, oké. Okay. Nee, dan heb ik de goede sport voor ogen. Eén lange peddel, inderdaad. Nou, dat NK sub, dan heb je een technische race, een sprint en ook nog een lange afstandwedstrijd. Dat is volgens mij een kilometer of 15. Maar wie er alles over kan vertellen is Koen Schild van de organisatie. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen doen er eigenlijk aan mee? Zo rond de 60. Oké. Okay. En het is een open NK, toch? Ja, we hebben een open NK. Dus er kunnen ook mensen zonder Nederlandse nationaliteit meedoen. Die kunnen alleen niet de NK-titel winnen. Nee. Zeg Koen, je zegt vol overtuiging 60 mensen doen mee. Het gaat dus door. Ja, ik vraag het even in verband met de corona. Ja, kan jij het zeggen? Nee, ik vraag het aan jou. Ja, nee, kijk, wij gaan door. Ik zit natuurlijk sinds gisteren ineens weer berichten dat er wellicht vanavond een persconferentie is. Ik heb geen idee wat eruit komt. Vooralsnog staan de seinen op groen en zijn wij er klaar voor. Ja, nee, en het is natuurlijk allemaal buiten, dus ja, dat zal wel wat loslopen. Ik kom nog even terug op dat open NK. Je zegt, hè, er mogen natuurlijk ook mensen van buiten Nederland aan meedoen. Is dat ook zo? Hebben die zich ingeschreven? Ja, we hebben best wel een aantal Belgen en een aantal Duitsers. Okay. Die meegaan doen. Ja, maar en ook wel echt goed. Oh, ook wel echt goede. En wat is echt goed? Wanneer ben je echt goed? Als je heel snel bent. Hmm. Ja, want dat is een van de onderdelen, die sprint. Hoe hard gaat dat dan? Ja. In die sprint tegen de 20 kilometer per uur, denk ik. Okay. Kun je nauwelijks bijhouden op de fiets. Zeg, het gaat om verschillende races. Er werd ook genoemd een technische race. Wat is dat dan voor een race? Ja, daar leggen we heel veel boeien eigenlijk in het water. En dan komt het als op een combinatie tussen stuurkunsten en snelheid. En ik weet niet of je zelf eens op zo'n sub hebt gestaan, maar alleen al rechtdoor suppen is best wel ingewikkeld al, zeg maar. Ja. Dus laat staan dat je weer om de boei heen moet en dan zo snel mogelijk moet keren en draaien. En dat met een mannetje of 20, 30, wat de heats zijn, tegelijk. Dan komt de beste uiteindelijk als eerste weer door het parcours heen. Dat is dus een combinatie tussen techniek en snelheid en conditie ook weer. Maar Koen, wordt die pedal dan soms ook voor andere dingen gebruikt dan om te suppen, als je met zoveel mensen tegelijk vertrekt? Nou ja, daar zijn wij dus voor om dat in de gaten te houden of dat niet gebeurt. Maar nee, over het algemeen hebben de deelnemers veel respect voor elkaar. Ik zou zeggen, hoe komt dat nou in je op? Zou niet in me opkomen? Ja, want jij bedoelt natuurlijk om elkaar een flinke tik uit te delen. Jij zegt het. Ja, ik kop hem even voor je in. Koen, we kunnen dus ook kinderen aan meedoen, toch? Ja, je hoeft je niet te kwalificeren hiervoor. Het leuke tegenwoordig is ook dat we voor de jeugd hebben een eenheidsklasse. Dus iedereen die zich inschrijft aan het NK, die krijgt ter plekke ook een gelijk bord. Zodat daar de verschillen in ieder geval niet zo groot zijn. Of eigenlijk geen verschillen zijn. Want in die boards zitten echt enorme verschillen. Je hebt hele subs van 100 euro, maar je hebt ook subs van een paar duizend euro. En dat ga je op het water ook echt wel merken. En om die drempel voor de jeugd eruit te halen, hebben we nu een eenheidsklasse opgezet. Okay, dus je hoeft ook niet je eigen sub te hebben, je eigen plank? Nee, tot 15 jaar niet. En dan vanaf de 15 jaar dat open men en open women categorieën dan wel. Okay. Koen, wat is nou ideaal weer voor zo'n evenement? Ja, eigenlijk wel een beetje wat dit weekend voorspeld is. Weinig wind, dat is altijd heel erg lekker, zodat het water goed vlak blijft. En het zonnetje is natuurlijk altijd lekker, maar het hoeft ook niet te warm te zijn. Dat beïnvloedt natuurlijk weer je prestaties als het heel erg heet is. Nou, dat is leuk. Wat je bestelt, dat komt eraan. En dan wens ik je veel succes dit weekend op de Noorderplassen in Almere. Koen Schild, bedankt. Ja. Oké. Heel erg bedankt. Joe, hoi. Koen Schild over het NK Sub dit weekend op de Noorderplassen in Almere.